Dan Danielle Schokker. Ze startte ruim 5 jaar geleden Stichting Buddies. Een organisatie die zieke en eenzame kinderen matcht met gezonde kinderen. Onlangs droeg de Hengeloos het stokje over aan Gerrit-Jan Hunting uit Enschede. Ze wil hem niet voor de voeten lopen, maar blijft op de achtergrond wel betrokken bij de stichting. Danielle, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de reden dat je stopt? De reden dat ik stop is dat ik na 5 jaar de basis fantastisch opgezet, de fundering is gebouwd. En nu kan een ander met frisse winter weer iets heel moois van maken. Oké. Dus je bent er nog niet op uitgekeken? Totaal niet, nee. Maar het is gewoon belangrijk dat iemand met de andere kijkt ernaar kijkt en gewoon een eigen ding ervan maakt. In plaats van dat het steeds op hetzelfde verder gaat. Het moet gewoon nog meer uitgebouwd worden, nog professioneler. En de ander kan dat volgens mij beter dan ik. Dat kan niet. Jij was er voor de basis en bent een initiatiefnemer. En een ander moet het verder uitbouwen. Yes. Maar ik kan me voorstellen dat er best wel wat mensen zijn die denken, Stichting Buddies. En ook, hè, wat ik zei, het matchen van zieke kinderen, eenzame kinderen met gezonde kinderen. Wat doen jullie dan precies? Nou, we zijn ooit begonnen als ziek met gezond. Maar dat hebben we inmiddels door het ruime aantal mensen bij de stichting, zijn we nu inmiddels voor eenzame kinderen. Dus het kan de ziekte zijn, het kan op afstand zijn dat kinderen ver van elkaar vandaan wonen. Als ze bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs gaan. Maar het kan bijvoorbeeld ook komen als de kinderen bijvoorbeeld niet met de kinderen in de klas met andere kinderen matchen. Dat ze dan zeg maar graag een ander vriendje willen, die ze eigenlijk normaal niet hebben. Nou, en wij koppelen ze aan elkaar, als ze bij elkaar passen. En om de maand, of elke maand, gaan we ook een activiteit organiseren waar ze belangeloos naartoe kunnen gaan. En als de ouders bijvoorbeeld geen auto hebben, halen we de kinderen op. Dus geld kan nooit iets zijn waardoor kinderen niet aanwezig kunnen zijn. Dus hoe kom je dan aan die kinderen die je dan als eenzame kinderen bestempelt of wat dan ook? Melden die zich bij het project aan? Of dat staat niet op iemands voorhoofd vaak? Nee, we hebben gelukkig al inmiddels een heel ruim netwerk. Maar iedereen die dit hoort en nog kinderen kent die eenzaam zijn, meld je aan www.buddies.nl. Die kunnen zich aanmelden, er komt een intakegesprek en dan kom je bij de stichting. En als je zeg maar na een intakegesprek is ook duidelijk wie je bent, wat je zoekt, wat je hobby's zijn, waar je woont. Heel Twente is het voor. Mm-hmm. Nou, en als twee kinderen bij elkaar passen en dan gaan we ze koppelen aan elkaar en dan kunnen ze het gewoon zelf buiten ons omregelen en dan zijn ze gewoon vrienden. Een soort dating site voor kinderen, maar dan om vriendjes te worden. Op een professionele manier, klopt. Ja, ja, dat is wat het. Geinig. Ja. Is er een specifieke reden dat je daar zelf ooit mee begonnen bent eigenlijk? Ja, die is er inderdaad. Want ik had dik 5,5 jaar geleden vroeg ze voor Culturele Zondag. Audrey vroeg, Danielle, wil jij niet eens iets doen voor Culturele Zondag met het thema Beestenbende? Op Dierendag was dat, 4 oktober. Ja, ik ben heel benieuwd hoe je nu bij jouw initiatief Buddies uit gaat komen. Kwam ik op het idee om in de bibliotheek Enschede door gezonde kinderen een tekening te laten maken voor zieke kinderen, om symbolisch een knuffel, een dier, uit te delen aan een ziek kind. Mm-hmm. Nou, en ik had al contact gedaan met hoofd van de kinderafdeling in Enschede. En die zei, oh, dan zouden die kinderen die hier liggen fantastisch vinden. Nou, en toen lag ik 's avonds in bed. En toen dacht ik van, er is eigenlijk niks in Nederland wat gelijkwaardige vriendschap verzorgt. Wel maatjes, wel ouder met jong, maar niet gelijkwaardige vriendschap. Dus ik denk, nou, dan ga ik dat oprichten. Want ja, ik denk dat ik dat wel kan. En de kinderen staan voorop en het ego niet. En dat vind ik belangrijk. Is er behoefte aan? Merk je dat nog steeds? Zeg maar, ergens lijkt het heel gek. En aan de andere kant lijkt het ook heel logisch. Nou ja, sommige kinderen die hebben daar geen behoefte aan. Maar gelukkig zijn er wel kinderen die er behoefte aan hebben, die ons weten te vinden. Dus en we merken natuurlijk ook door de corona, kinderen, dat hoor je overal wel, dat kinderen de andere vriendjes missen op school. Nou, je zou maar eens op school zitten, gewoon normaal, zonder corona. Hoezo dan? Ze gaan toch gewoon naar school? Ja, dat wel, maar ze hebben geen connectie met die kinderen, waardoor ze niet echt met iemand spelen buiten school, et cetera. En dat kan heel eenzaam voor zo'n kind zijn. Is dat zo dat kinderen in coronatijd minder na schooltijd bij een vriendje of vriendinnetje gaan spelen? Bij sommige kinderen wel, want het ligt er ook aan. Wij zijn tot en met 16 jaar en niet alle middelbare scholen zijn open, et cetera. Soms net thuisonderwijs, ja, dus vandaar. Ja. Kun je ons eens een beeld geven van, misschien heb je wel specifieke voorbeelden van matches die er zijn ontstaan en waar mooie dingen uit zijn gekomen? Ah, ik weet nog wel een match, ik kan natuurlijk geen namen noemen, privacywetgeving, maar ik kan wel iets leuks noemen. Heb ik op het begin echt wel 60 uur soms in de week gewerkt met oprichten en ik dacht, ja, waar ben ik aan begonnen? Maar toen belde ik een moeder op na een paar maanden. Die jongen, we hadden het gevoel dat hij goed bij een andere jongen past. Die hadden we aan elkaar gematcht. En toen zei ze, eindelijk stapt mijn zoon weer met plezier uit bed. Eindelijk is hij weer blij dat hij wakker wordt. En dan denk ik van, ja, dat doe je het voor. Prachtig. En dat zijn de verhalen en de dingen wat mij altijd heeft gemotiveerd om door te gaan. En zo zijn er wel meer kinderen die zeggen van, hé, ze had geen vertrouwen.
Een ander bijvoorbeeld die ziek is, heeft wel heel veel zelfvertrouwen. Ja. En, nou, en die combinatie met elkaar maakte dat ze allebei heel veel zelfvertrouwen kregen. En dat was ook weer echt heel mooi. Maar plaats je twee kinderen die allebei eigenlijk behoefte hebben aan een vriendje, plaats je die bij elkaar? Of zet je zeg maar een... Dat is een beetje gek om dat zo te zeggen, maar een eenzaam kind bij een kind wat prima contacten heeft. En hoe kom je daar dan aan? Nou, eigenlijk is het wel echt een mooie vraag, vind ik, voor jou. Want we hebben heel veel kinderen die zoiets hebben van, hey, kinderen mogen niet eenzaam zijn, we willen daar een vriend of vriendin voor zijn. En een ander kind heeft juist zoiets van, hey, ik wil graag een vriendje. Dus dat gaat eigenlijk natuurlijk. Het zijn vaak de kinderen die zich op bekommeren om anderen, die al het geld inzamelen voor anderen. Maar die kinderen die melden zich gewoon aan. Zit gewoon in hun aard, in hun karakter, denk ik. Dus ja. Dus er zijn ook gewoon kinderen die zeggen, vind het een mooi project. Ja, ik wil wel een vriendje zijn van iemand die dat moeilijk vindt. Juist. Wauw. Ja, het zijn echt hele, kan niet anders zeggen, hele mooie kinderen die erbij zitten. Ja. Ja. Ja, ik begin steeds minder te begrijpen waarom je stopt. Maar je blijft dus wel, je blijft wel actief. Want het is denk ik leuk om daar energie van te krijgen. Ja, ik ben wel echt actief nog als adviseur en ambassadeur. En dan blijf ik ook wel. Mm-hmm. Maar ik heb me wel bewust uit het bestuur teruggetrokken. Want de nieuwe voorzitter Gert-Jan Hunting, die is een fantastische man. Die heeft echt alle capaciteiten die je maar moet hebben, zeg maar, om fantastisch het voor te kunnen zetten. En door mij zelf iets terug te trekken, geef ik hem ook alle kansen om zich op de juiste manier te ontwikkelen. Ja. Waarvan ik denk dat de stichting echt heel veel aan heeft. Dus ja. Nou, horen we dat al wel een beetje. Jij bent iemand die als je dit soort initiatieven start, dan heb je hart voor je medemens. Dat kan niet anders. Nou begreep ik ook dat zodanig is dat er mensen jou op maandag, en dan jou specifiek, soms gewoon bellen, omdat ze eventjes een hart onder de riem nodig hebben. Het gebeurt best vaak, dat klopt, ja. Wat is dat dan? Gewoon... Ja, er komen heel vaak mensen op mijn pad of die zeggen, Danielle, nu heb ik weer inspiratie nodig op Facebook. Danielle, geef mij eens inspiratie, ik zie het niet meer zitten. Of dan gaan ze, ja. En dan ben jij een soort inspiratiekanon. Schijnbaar. En dan mensen hangen 5 minuten later op met een glimlach. Ja, schijnbaar. Of met een appje soms al, op Messenger. Ja, dat gebeurt heel vaak. En dan lees je die mensen soms ook gedichten voor, begreep ik? Nou ja, het kan. Ik kan me wat voorlezen inderdaad. Soms met gedichten. Of ik voel soms van, hey, dat moet ik zeggen. Dan zeg ik dat en dan is dat precies wat ze nodig hebben. Oké. Okay. Ja. Ja, heb je iets bij je toevallig, of niet? Ja, ik heb wel mijn eigen dichtbundel meegenomen. Dus als je daar iets van wil horen. Nou ja, goed, wij kunnen altijd wel. Het zijn natuurlijk barre tijden, vooral voor Ernesto Blijenberg. Dus nee, we kunnen natuurlijk allemaal wel een beetje steun gebruiken. Dus wat mij betreft. Nou, hij ziet er nog goed uit, hoor. Dus volgens mij valt het wel mee. Nou, weet je wat we kunnen doen, Danielle? Ik heb nog een laatste vraag. En als je dan daarna je gedicht zou willen voorlezen, als afsluiting. Want wat ga je dan nu? Dat was eigenlijk nog mijn. Wat ga je nu eigenlijk doen? Ik heb een eigen bedrijf, Danielle Inspireert. Dus daar ga ik nu gewoon mee verder. Ja. En daarnaast ben ik op mijn 38e met een bachelor begonnen. Ho is. Wat voor studie? Europese studies. En waarom Europese studies? Omdat ik uiteindelijk internationaal mensen wil verbinden met elkaar. Met teksten, met gedichten, met boeken schrijven. Dus wat je nu in Enschede Hengelo doet. En dat ga je veel breder trekken, wat jou betreft. Maar mij betreft wel, okay. Ja. Ja. Ter afsluiting, een gedicht. Ja, het gedicht is er voor alle mensen. Het gaat er wel een beetje over eenzaamheid en de kinderen weer. Maar het gedicht is voor alle mensen die elkaar zien. Want juist nu hebben meer mensen elkaar, hadden dat ooit nodig. Juist zieke mensen. Ga even langs, zwaai even naar iemand. Zet een bloemetje voor de deur. Kleine dingen kunnen echt goud zijn voor zo iemand. Ja. En daarover gaat het gedicht. Oké, okay. Zorg dat je goed bij de microfoon, dan kunnen we je goed horen. Ja. Het heet menselijke schoonheid. Soms zie je een menselijke engel voorbij gaan. Totaal onbewust van hun gaven. Helpen ze medemensen die in de kou staan. Onbegrensde liefde wordt getoond. Barmhartigheid niet met het doel om te worden beloond. Geven om het geven. Mensen laten stralen zijn toevertrouwd. Ze zorgen voor een gelukzalige glimlach. Iemand die van hen houdt. De innerlijke zon straalt liefde in al zijn eenvoud wonderschoon. Prachtig. Ja, mooi. Iets geven zonder iets terug te verwachten. Danielle, dankjewel voor je komst en voor het steunende gedicht. Dankjewel voor deze tijd die ik hier mocht hebben jou in het programma. Succes met je studie.